Gen Zers zijn lui en ongemotiveerd. kunnen niet hard werken, zijn onrealistisch en te idealistisch in hun ambities. Ze zijn verslaafd aan social media en ze willen alles meteen. Er wordt heel veel gesproken over Gen Zers, maar in mijn ogen veel te weinig met ze. Daarom maak ik een serie gesprekken met ondernemende Gen Zers. Met in deze aflevering Selim Toontjurek, die met zijn bedrijf Career Skills elke jongere dezelfde kansen wil bieden om startbekwaam aan zijn of haar toekomst te beginnen. Ja, Selim, van harte welkom. Dank uh, Zometeen over je ambities en wat je allemaal aan het doen bent. En leuk dat je er bent trouwens. Om te beginnen, je bent Gen Zier, hè? Klopt inderdaad. Hoe oud ben je? Ja, twintig. Al voel ik me niet zo, maar. Wanneer ben je begonnen met ondernemen? Ja, op mijn zestiende. Op je zestiende. Dus geen tijd voor school. Ik deed het tijdens school, ja? achter in de klas, dat ik uh, met mijn oortjes in mailtjes te beantwoorden, mijn bedrijf te bouwen <laughs> en tussendoor even te discussiëren met docenten over het nut van het onderwijs. Ja. Wat uiteindelijk dus ook mijn uh, ja, passie en vuurtjes is geworden, maar daarover later meer. Ja, ja, ja. Um, dus zodoende mijn bedrijf tijdens mijn, uh, mijn onderwijsperiode opgebouwd. En daar is inmiddels ook hè, het bedrijf wat je toen had, is inmiddels alweer veranderd. Je doet nu weer wat andere Klopt, dingen. Daarover uh, zometeen meer. Eerst ja. even over Gen Z. Hè, want dat was goed. mijn aanleiding om een serie van dit soort gesprekken te maken. En na een oproep op LinkedIn, was jij een van degenen die als eerste reageerde. Um, ik noemde net een aantal karaktertrekken, hè? lui en ongemotiveerd, onrealistisch, idealistisch, verslaafd aan social, willen alles meteen. Zijn het vooroordelen of niet? Het zijn vooroordelen. Uh, al moet ik wel zeggen dat ze enigszins wel op uh, sommige momenten ge gegrond zijn. En ja. dat heeft te maken met het feit dat we inderdaad wel heel veel jongeren zien die uh, inderdaad onvoldoende motivatie hebben, die het zo zwaar hebben, die snel in een burn-out terechtkomen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar als we gaan kijken naar het probleem, ligt het veel dieper. In onze maatschappij. En is het heel lastig om alleen maar met de vinger te wijzen naar Gen Z. Van kijk, zij zijn lui, zij zijn dit en dat. Mm -hmm. uh, terwijl we inderdaad, zoals jij ook eerder zei in de intro, te weinig met hen aan tafel zitten. Al zie ik daar wel mooie veranderingen in. Uh, ik zie bijvoorbeeld grote banken die nu Gen Zers uitnodigen om met hun in gesprek te gaan en dergelijke. En daar zijn heel veel mooie innovaties in aan het ontstaan. Maar wat zit er dan achter? Wat zit er achter? Nou, er zijn een aantal dingen. Um, als we kijken naar het schoolsysteem op dit moment, ja. zien we dat er uh, bijvoorbeeld, uh, om een heel klein simpel voorbeeld te geven, uh, dat er uh, wordt gestimuleerd, dat tenminste, dat het maken van fouten, dat dat eigenlijk uh, wordt afgestraft. Wat krijg je heel veel jongeren die zijn bang om fouten te maken, die zijn bang om risico's te nemen, die zijn bang om de deur uit te gaan om dus nieuwe kansen aan te gaan. Mm -hmm. En um, zo sprak ik nog laatst een aantal jongeren die niet eens de telefoon... Uh, durven op te pakken en een aantal bedrijven durven te bellen om kennis te maken. Mm. Um, ook bijvoorbeeld, hè, als ik kijk naar netwerkbijeenkomsten, ik was zelf bijvoorbeeld uh, het jongste lid bij MKB Rotterdam, een netwerkbijeenkomst, uh, hè, een organisatie waar je kunt netwerken. Mm -hmm. uh, en als ik om me heen keek, waren het allemaal ouderen. Terwijl juist de jongeren hard nodig zijn, omdat zij de toekomst zijn. Maar helaas ontbreken zij vaak nog op dat soort locaties, ontbreken zij vaak nog. Um, op belangrijke posities in de maatschappij. Maar als jij zegt, hè, van de, ze mogen weinig fouten maken in het onderwijs... Mm -hmm. dat is niks nieuws, toch? Dat, is toch, weet dat je, klopt. Dus in hoeverre... Alleen, combineer dat met de sociale druk die zij nu ervaren... door middel van social media, ja. wat nu hun belevingswereld is. Tenminste, ik moet zeggen, ons belevingswereld. Ja, um, ja je praat al ja. alsof je er niet in zit. Ja, het voelt ook niet zo, maar uh, ja. toch ben ik het wel. Je bent twintig, man. <laughs> ja, true. Nee, maar um, als we kijken naar inderdaad de, de, de sociale druk die zij ervaren... door middel van social media, uh, het, het, je moet er continu bij horen. Op dit moment doen jongeren er zoveel aan om geaccepteerd te worden... dat bijvoorbeeld een docent die ik laatst sprak op een mbo aangaf... dat vijf jongeren in zijn klas samen een dure BMW hadden geleased... zodat ze allemaal op één dag die auto konden meenemen naar school... om indruk te maken. Niet. Echt. Het dus is gezegd door een docent... En dit is geen uh, uitzondering. Dit maar gebeurt is, dat, vaak. is dat social? Wat daar de. Oorzaak van is om maar stoer te doen online? Nou ja, uh, ik denk het wel, want uiteindelijk speelt social media een grote rol hierin. Ze zien de dure auto's, ze zien uh, het materialisme waar ze allemaal achteraan gaan mm -hmm. en waar ze naar streven. Mm -hmm. En ik zeg niet dat geld verdienen slecht is of wat dan ook, absoluut juist het tegendeel. Mm -hmm. uh, maar het gaat erom naar de, naar de verkeerde ambities die wij als jongeren nu nastreven. Uh, we zien dus ook in principe, als we kijken naar uh, interviews met succesvolle ondernemers, dan halen heel veel jongeren de verkeerde lessen eruit. Mm -hmm in plaats van dat te zien als inspiratie, motivatie... kijk eens naar, oh, kijk wat hij heeft bereikt. Ik heb dat nog niet. Die gaan zichzelf heel erg vergelijken met diegene... en daardoor raken ze gedemotiveerd. Dus ik ben eigenlijk fout bezig met CVD? Nou, in principe niet. Maar het gaat erom dat we heel goed de juiste sticker erbij plakken... en aangeven bij Gen Z van, luister... je moet wel de juiste lessen hieruit halen. Ja, ik probeer en het is juiste... dat jouw responsibility? Ja. Dat weet ik niet. <laughs> nou ja, kijk, ik, ik vind het meer... Ik, ik weet het niet, ik... ik Profileer hier ondernemers. En dat, zullen, dat zijn soms ook hele succesvolle. Niet altijd overigens. Maar ik praat wel degelijk over hun de weg die ze bewandeld hebben en wat er allemaal bij komt kijken. En ik probeer juist een heel realistisch beeld te schetsen ja. uh, van wat ondernemerschap is. Uh, dus ik hoop mijn idee was dat ik daarmee juist, met name ook jonge mensen uh, inspireer om misschien dat pad op te gaan bewandelen. Maar heeft dat dan misschien te maken met het feit dat ze alles meteen willen. Dat is zeker ook een uh, interessante uh, instant gratification. Iets waar we ja heel erg aan gewend zijn: uh, dingen wat je bestelt, dat uh, komt heel snel binnen. Ja. Um, en uiteindelijk, ja, je wil alles zo snel mogelijk als jongeren en ook, dus, je succes. Ja, ook een kleine kanttekening: want wat jij nu aangeeft is long-form content. Mm -hmm. um, jongeren zijn heel erg geneigd om, dus, short-form te gaan kijken. Dus, wat ja. gebeurt er in een video van 30 seconden? Zien ze wel het succes wat iemand heeft behaald, maar niet het verhaal wat daarachter zit? En de sacrifices en wat voor zware periode daarachter zit. Uh, ook als ik kijk naar mijn eigen sociale omgeving, dan hoor ik van mijn eigen vrienden: van ja, wat heb jij het makkelijk als ondernemer? Wat is het uh, toch een mooi leven? Ze zien alleen maar het positieve eraan. Mm -hmm. Terwijl als ze achter de schermen meekijken, dan. Ja, dan zien ze niet wat daarachter gebeurt. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Nou, ik zou sowieso meer open en eerlijk gaan praten over failures. Uh, dus dat is ook een van de redenen waarom ik zelf, zelf daar ook een podcast over begon. Maar los daarvan zou ik ook heel erg kijken van... oké, okay, uh, hoe kunnen we... en ik denk dat dat een heel groot probleem is in de maatschappij... hoe kunnen we als uh, oudere generatie ervoor zorgen... dat wij als rolmodel dienen voor de jongere generatie? Dus steek eens een keer je hand uit... of bied eens je hulp aan een jongere die op zoek is... naar hulp om zijn carrière vorm te geven... Want op dit moment is het helaas in de maatschappij dat heel erg heel veel personen eh, aan zichzelf denken, zichzelf eh, naar een hogere positie willen brengen. Mm -hmm. Maar ik merk nog onvoldoende dat jongeren, hè, die durven niet om hulp te vragen, mm -hmm. en ouderen die denken van oh, die jongeren hebben het wel prima. Eh, het is zo ver weg, dus eh, ja, het is goed zo. Mm. Maar het is niet goed zo. Want ja. als we kijken naar het probleem wat de jongeren ervaren, is dat absurd. Zo meteen meer daarover. Uh, als we nou eens kijken nog even naar de Gen Z, wat is jouw advies wat bijvoorbeeld docenten, uh, maar pak ook werkgevers? Uh, en in mindere mate misschien opdrachtgevers. Want dan ben je. En als je eenmaal ondernemer bent, ja, dan ja, gelden er andere regels, vind ik. Dan moet je gewoon goed ondernemen. Of je nou jong of oud bent. Uh, maar kijk nou specifiek even naar docenten. Jij je loopt in het onderwijs rond. Um, maar ook naar werkgevers die gensiers in dienst hebben. Wat moeten zij nou? Wat is jouw advies aan ze om vooral wel en vooral niet te doen? Ja, dat is een uh, lastig inderdaad. Want uh, we proberen hier een mindset shift door te voeren bij een generatie die heel ver weg is van de realiteit. Wie, die, die docenten en werkgevers? Nee, de Gen Zers. Oh, de Gen Zers die dus um, op dit moment uh, nog ja een hele andere uh, waarheid hebben, die er dus heel anders naar kijken. Wat zou je doen, kunnen doen als werkgever of als docent? Ik zou als allereerste dus een, een functie als rolmodel willen. Uh, Adviseren. Dat is dus, nog niet wat ik heb. Wat, dat is nog niet het beeld wat ik heb bij, de, bij heel veel docenten. Nee, nog niet. Maar dat kan je ik wel. Ik weet dat er nu een paar mensen boos worden, misschien. <laughs> nee, maar ik heb bijvoorbeeld laatst op LinkedIn een post geplaatst over uh, een comment van een, een, een jongere die ik sprak tijdens een evenement en die zei: ja, waarom zou ik naar een docent luisteren, want die verdient maar 2000 euro per maand. <laughs> <laughs> dus Ten dat is eerste... een loser. <laughs> ja, dus dat is een loser. Oh. Waarom zou ik naar luisteren? Ten eerste, ze verdienen veel meer dan dat, huh? gelukkig. Maar uh, los daarvan uh, laat dat dus zien dat jongeren waarde hechten aan het salaris van iemand tegenover zich. Mm -hmm. Om te kijken of diegene de moeite waard is om naar te luisteren, om kennis van uh, tot zich te nemen. En dat is best wel zorgwekkend. Um, dus om dat te veranderen, heeft, ja, moeten er toch gewoon heel veel dingen gebeuren. Mm. Uh, en om dat wat praktischer te maken, want uh, we moeten de podcast ook wat praktischer gaan maken, ik denk dat het helpt door allereerst met z'n gesprek te gaan. Eh vrij cliché, maar ja. het werkt heel goed. En uh, daarbij zou ik dus wel willen meegeven, gebruik de juiste gesprekstechnieken. Want wat we nu heel erg zien is dat ouderen toch nog belerend over willen komen. Dus ja. ze luisteren wel, maar ze luisteren meer van, hé, hey, ik wil even advies geven. Maar uiteindelijk Terwijl... heb ik mijn mening toch wel klaar al, Ja, ik heb ja? mijn mening al klaar en ja. ik luister uh, om te antwoorden in plaats van uh, te, te begrijpen. Ja. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijke is. Want je ziet ook heel veel docenten um, binnen het mbo, binnen het hbo, of zelfs op het voortgezet onderwijs, die zo een mooie band hebben met hun studenten, die echt als rolmodel uh, aan de slag gaan. Mm -hmm. um, een klein voorbeeld Dimitri van Dille, um, leraar van het jaar 2023-2024. Ja, hoe hij voor de klas staat, hoe hij uh, zich zo voor het onderwijs hard maakt en zijn relatie met de jongeren. Mm -hmm. ja, het is op zo'n ongekend niveau. Dus ik zou ook heel erg gaan zeggen van, kijk ook bij die. Uh, Wat doet die hij met want dat blijkbaar is zijn salaris totaal irrelevant geworden voor de jongeren die hem helemaal tof vinden. Ja, en dat is dus inderdaad het doel. Ja, dus hij bouwt echt aan die relatie met zijn, met zijn leerlingen. Wat we nu ook heel veel zien, ik weet niet of dat per se de juiste methode is, maar we zien nu ook heel veel docenten die op social media gaan. Dus je hebt nu een aantal hele bekende uh, docenten die op social media rondgaan met leuke content. Mm -hmm. uh, dus dat is ook een approach. Ja. Uh, al heb ik dat nog onvoldoende onderzocht hoe effectief dat is. Maar je ja. ziet wel inderdaad verschillende initiatieven opkomen waarbij ja. docenten zeggen van hé. Hey, ik wil wel verandering ik, mee. Ik maken. kom je tegemoet. Ik kom je tegemoet. Ja. Ja. ja, we zijn allebei mensen. Ja, je hebt het En werkgevers. Ja, werkgevers inderdaad. Uh, ik vind het een lastige, omdat ik in dit geval dus uh, het te doen heb met de werkgevers. Want uh, als ik kijk naar de video's die we nu op social media zien, is het van. Oh, ik wil geen veertig uur per week meer werken. Ik. Um, ja. Ik wilde niet heel mijn leven lang is gaan is überhaupt door. al zielig. Ja, ja. dus... Vrijheid. Dus, <laughs> ja, ja. vrijheid. Ja. En uh, ja, zo, zo werkt het niet. Uh, en ja. Om nou te zeggen van... Hey, elk bedrijf moet zoals een Google gaan zijn... met uh, steps uh, in je kantoor en uh, uh, al die faciliteiten. Ja, goed werkgeverschap, hoe dat vroeger was, dat blijft. Alleen, uh, ga mee met de tijd tot zover het kan. Aan de andere kant... Hoewel de tijden veranderen, blijf ik het belangrijk vinden dat uh, personen intern gemotiveerd zijn om dus hun functie te bekleden. En dat mm. is dus ook wat heel erg fout gaat bij jongeren. Mm -hmm. Bijna niemand heeft een purpose tegenwoordig. Nee. En dat klinkt heel erg als een, een magisch woord waar je niks mee moet doen. Maar ik zal even een klein simpel voorbeeld geven: uh, toen ik uh, 16 was, las ik een businessboek. Uh, ik ben het hele boek uh, ben ik vergeten ik en de titel vergeten en dergelijke, maar één les is me wel bijgebleven. En dat was. Draai je leven nou eens om. Denk even aan het moment dat je bent overleden. Je ligt daar in je graf, op je begrafenis. En um, je, kan, je, je hebt dus de mogelijkheid om daar uh, mee te luisteren... te zien wat daar gebeurt, wie zijn daar en wat gebeurt er allemaal. En als je op die manier gaat denken... dan ga je je leven heel anders inrichten. Mm -hmm. Want toen ik op mijn zestiende dus, uh, commercieel aan het ondernemen was... een heel ander sector dan wat ik nu aan het doen ben... Um, dus uh, dat was alleen maar voor het geld... Toen dacht ik van, wacht eens even. Dus ik heb heel mijn leven voor mijn geld gewerkt. Ik heb daar leuke dingen mee kunnen doen, vakanties, auto's, huizen, noem het dan maar op. Maar wat heb ik nu toegevoegd? Wat heb ik nu gedaan? Wat was mijn purpose? Helemaal niks. En dat is best wel pijnlijk, want op het moment dat jij op die manier vanuit de verkeerde motivatie gaat ondernemen of gaat werken. Mm -hmm heb je um, ja, te weinig uh, interesse in datgene wat je ja, doet? Ja, dan, dus dan is het dan brandt het vuurtje niet. Ja, zeker. Dus ik zou sowieso bij het aannemen van personeel goed kijken naar hun purpose. En is ze hier nog niet, dan zou je eventueel wel je jonge medewerkers kunnen begeleiden bij het vinden van hun passies. En de ruimte geven om dus zichzelf te ontwikkelen. Zullen we eens naar het onderwijs kijken? Want dat, dat, lijkt, mij nou, dat <laughs> lijkt mij nou een ideale omgeving. Ja, uh, daar om wordt gekneed inderdaad voor de toekomst. Zeker. Weten. Maar ik hoor best wel, nou scheer ik heel <laughs> veel overeenkam. Dat het onderwijs met name iets is waar ambities en dromen en creativiteit met name gedoofd wordt. Uh, nou, zeer ik bewust een beetje. Wat doet Career Skills en wat, doet, wat, ja. hè, wat is jouw rol om dat onderwijs aan te pakken? Want je wil er degelijk iets veranderen daar. Zeker. Ik heb een uh, ja, hele grote missie en dat komt eigenlijk vanuit mijn frustratie dat inderdaad heel veel jongeren er alleen voor staan en niet de juiste tools hebben om dus een succesvolle carrière aan te gaan. En een van die dingen wat mij heel erg, erg ergert, is hun financiële problemen. Dus hè, we hadden het net al over de sociale druk. En ik noemde ook al een voorbeeld van uh, dat ze allemaal BMW's aan het lezen zijn. Mm -hmm. uh, al doet niet elke leeftijdsgenoot dat hoor. Maar mm -hmm. er is zeker wel een groep die daar dus uh, heel veel waarde aan hecht. Uh, dus uiteindelijk zijn we gaan kijken van oké, okay, kunnen wij met onze missie... om jongeren gelijke kansen te bieden door uh, de juiste tools aan te bieden... om um, uh, startbekwaam in hun carrière te beginnen, yeah. kunnen we dat mogelijk maken? En na een lang onderzoek was het mogelijk. En het is ook wel bijzonder: want ik kwam mijn compagnon die ik nu heb, kwam ik op een hele bijzondere wijze tegen. Te terwijl ik dus om, uh, dat aan het onderzoeken was, kwam ik hem tegen op een ondernemerschade. Maar wel in een parkeergarage. Want het was een krappe ruimte en ik was aan het parkeren. Dat had een hele grote BMW geliefd Nee Nee, nee. nee. <laughs> ik, ik, had een, uh, ik had wel een station mee, maar ik had, dus ja, dat was moeilijk om te parkeren. Het was een krappe ruimte. Ja. En hij was dus aan het wachten in zijn auto uh, om er langs te kunnen. Dus ik was even bezig met heen en weer en en weer. <laughs> Uh, dus op een gegeven moment hadden we allebei geparkeerd. liep ik naar hem toe om sorry te zeggen. van nee, ja, sorry dat ik je li liet uh, wachten. En toevallig hadden we dus ook dezelfde schoenen aan. en vandaar begon het gesprek. En mm -hmm. ja, uh, toen werden we uh, later uh, ja, hele goede vrienden. Mm -hmm. daar bespraken we dus ook allebei onze frustraties. wat toevallig uh, heel erg overeenkwam. En zodoende zijn we de krachten gaan bundelen. en samen mm -hmm. verder gegaan. Maar wat we nu doen is. Um, we hebben gezegd van oké, okay, wat, wat kunnen wij goed als jongeren die met technologie zijn opgegroeid, wat de oudere generatie nog niet zo goed kan. Ja. Nou, dat was dus inderdaad, een stukje innovatie doorvoeren op een korte termijn. Dus uh, wij dachten aan een idee om financiële educatie leuker te maken op scholen. Waarom? Als ik terugkijk naar mijn schoolperiode, dan was het tijdens mijn lessen economie, uh, dat we dan bladzijde 30 openden en dan ging het over de marktwerking of rente of, of inflatie. Wat dan ook. Uh, Hartstikke saai. <laughs> Hartstikke saai. Een superbelangrijk onderwerp, maar hartstikke saai. Dus ik was gelijk afgehaakt. En met mij vele anderen in mijn klas. En ook als we kijken naar de statistieken, we zien een toename van betaalproblemen onder jongeren. Mm -hmm. Van 70 mm. de afgelopen vijf jaar. Mm. 70 dat is niet niks. Mm -hmm. Dus toen kwamen we met het idee om de Money Game te ontwikkelen. En de Money Game is een... Real life simulator, eigenlijk, waarbij we dus uh, als lesmethode studenten in staat stellen om 30 dagen lang uh, hun leven versneld te leven. Mm -hmm. uh, door middel van een bankrekening die ze krijgen, een fictieve rekening. Ze starten in de schulden en ze moeten uitdagingen aangaan om dus uit de schulden te komen. En daarmee racen ze tegen elkaar in de klas. Dus je ziet allemaal live elkaars bankrekening. Je begint in de min. Je begint in de min. Okay. Ja, dus je bent dus Waarom? De foutenstaan... Waarom sta je niet neutraal? En als je, als je dan uitdaging krijgt, kun je in de min wegzakken? En als je het goed aanpakt, kun je in de plus eindigen? Nou, omdat we dus vanuit de min uh, moeten ze allemaal hun best doen om dus weer uit de situatie ja, te komen. Ja. En daar leer je dus ook heel veel. Want we hebben een bepaald scenario geschetst, een filmscenario, waarbij je dus uh, begint, met een, uh, ja, je begint heel erg met een problematische start. En daarna ga je je leven starten. Mm. En daarin zitten dus ook allemaal real-life opdrachten. Bijvoorbeeld, um, je hebt in de auto... Een, uh, sorry, je hebt in, de, in het spel heb je een auto gekocht, een tweedehands auto. Dan krijg je een kenteken mee welke auto het is. En vervolgens moet je in de echte wereld op zoek gaan... naar een autoverzekering die bij jou zou passen. Dat kan je dus via de app invoeren. En op basis daarvan, via het algoritme, bepaalt dat dus um, jouw route in het spel. Dus als jij bijvoorbeeld een... Laag eigen risico neemt en je krijgt toevallig in het spel een ongeluk, dan ga je dus ja. verschillende dingen ervaren. Ja, Ook ja, ja. bijvoorbeeld met achteraf betalen. Je krijgt de mogelijkheid om achteraf te betalen. Betaal je niet op tijd, dan ga je best wel de, de, de rente, rente betalen. Ja. Ja. Dus uiteindelijk willen we op die manier jongeren op een leuke wijze laten zien hoe je met geld om moet gaan, om hun eigen financiële problemen in te zien. En op basis daarvan dus impact te maken op een leuke manier, wat wel binnenkomt bij de jongeren. En over welk onderwijs hebben we het dan, waar je dit loslaat? Dit is op het voortgezet onderwijs en op het MBO. Oké, okay, dus middelbare ja. school, zeg maar. Middelbare en school, mbo. inderdaad, en op het MBO. Ja. En middelbare ja. school Bovenbouw dan? Uh, het is uh, vanaf Bovenbouw, inderdaad. En het is een doorlopend leerlijn. Dus uh, dat komt elk jaar terug, waarbij het dus steeds moeilijker wordt op basis van het ja. leerjaar waar iemand in zit. En hoe wordt het ontvangen? Super positief. En is het nu iets extra's wat de school doet? Nou ja, het, het wordt dus in het, in het, het curriculum toegevoegd. Alleen het is best wel grappig wat daar dus op ondernemersvlak is gebeurd. Want um, het ontwikkelen van, de, van dat spel kost ons meer dan een ton. Ja. Sterker nog, um, we zijn nu bezig met het uh, krijgen van de financiering... om dus uiteindelijk de volgende versie te ontwikkelen. Oké, okay, want de eerste versie draait. De eerste versie draait, maar de eerste versie is heel grappig. Ik heb via YouTube met low-code geleerd hoe je een, uh, een, een minimum-fiber product maakt... Ja. Super slecht, super lelijk. Ja. Maar het was wel functioneel, want dat hadden we nodig. We moesten ja. uiteindelijk binnenkomen bij een school... om een pilot te kunnen draaien en te laten zien van... oké, okay, werkt dit idee? Voordat ja. wij meer dan een ton gaan investeren in een app... willen we wel bij de jongeren testen van... Hey, vinden zij het leuk om met uh, zo'n bankrekening idee aan de slag te gaan? Dus uh, visueel gezien was het nog lang niet zoals het moet zijn... voor de belevingswereld van jongeren. Maar um, het concept, dat stond al. En dat hebben ze uiteindelijk getest en... 87% van de klas waar we dit testen op het mbo... die vond dit echt de allerleukste les burgerschap. Dat hebben we du dus du een hele maand lang gedaan. Het is natuurlijk grappig dat ja. uh, als hun reference game thuis was geweest... dan ja. hadden ze waarschijnlijk gezegd, het is drie keer K. <laughs> maar hun reference is dat boek Economie. Ja. En dan is dit Ja, nee, dus cool. het klopt inderdaad. En, en <laughs> je krijgt uiteindelijk ook dus, dus een hele andere vorm van onderwijs. Het was heel fris ja. en ze vonden het heel leuk. Ja, en ze vonden het ook nog heel leerzaam. Ja, 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 man. En Zit. dat was voor ons de go om te gaan zeggen van... oké. Okay, we gaan aan de slag met het ontwikkelen daarvan. En financier je dat dan zelf? Uh, ja, we zijn het aan het bootstrap inderdaad. En okay. uh, dat doen we op basis van een andere methode. Want uh, los van... Want uh, laat ik het zo zeggen, carrière skills is tweeledig. Aan de ene kant zijn we aan de studentzijde. En aan de andere kant zijn we aan de docentzijde. Mm -hmm. Want we hadden het net over, hoe word je als docent een rolmodel? Uh, dus dat is ook wat we doen. Dus we geven trainingen op scholen. Om docenten dus op te leiden om dus financiële rol te zien proef te onze maken. Onze Genzy proef te maken. We nemen ze letterlijk mee in de belevingswereld van jongeren. En met door middel van video's, interviews. En uh, ja, zodat ze echt gewoon goed kunnen begrijpen. En dus ook gecombineerd met gesprekstechnieken, bijvoorbeeld, dat, dat we ze aanleren. Om dus uiteindelijk uh, goed met de jongeren in, in de klas, gewoon rondom financiën aan de slag te kunnen gaan. Dus die trainingen die we daar aanbieden, stelt ons langzaam, maar wel uh, op een prima tempo. In staat om uh, ja, het ontwikkelen van de app te financieren. En uiteindelijk Daar komen al inkomsten uit. Daar komen al inkomsten uit. En want ik las nog iets dat het vergoed wordt dat het gesubsidieerd is of zoiets. Klopt inderdaad. Dus de opleiding wordt gesubsidieerd. En dat stelt ons in staat om dus uh, een gedeelte van onze omzet weer in de ontwikkeling van onze app te stoppen. Um, en ja, je merkt gewoon echt dat het heel erg nodig is. Aan de andere kant, wat wel een heel groot probleem was, is. Kijk, we, we moeten wel realistisch blijven. We zijn twee jonge ondernemers, we zijn heel erg ambitieus. Maar als je gaat vragen van, hé, hey, wat snappen jullie van het onderwijs? We hebben vooral gezien hoe het niet moet. Maar we hebben ook een enorme blinde vlek. Want um, wij zijn geen docenten die 20, 30 jaar voor de klas hebben gestaan. En we realiseren ons ook wel dat daar een uh, enorme waarde van, waardevolle kennis in zit. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gezegd, oké, okay, we gaan die blinde vlek die we hebben, die gaan we wegnemen door een raad van advies samen te stellen van dus de ervaringsdeskundigen, dus jongeren die in de problemen zitten. Maar ook juist uh, docenten die al jaren meegaan in het vak. Uh, dus burgerschapsdocenten bijvoorbeeld. Uh, verschillende experts. Zodat datgene wat wij nog niet zien. Vanwege, onze, uh, ja, vanwege het feit dat wij gewoon nog onvoldoende levenservaring hebben op dat vlak. Mm -hmm. Hebben we dat gekoppeld met elkaar. En hebben we gekeken van oké, okay, hoe kunnen we op deze manier in de korte tijd mooie dingen uit de grond stampen. En dat is heel succesvol gebleken. Want dat is ook een fout wat ik in mijn vorige bedrijf maakte. Ik ging uh, uit van gevoelens, van uh, uh, een onderbuikgevoel. Ik ging uit van uh, um, ja, aannames. En uiteindelijk heb ik op een harde manier geleerd... dat dat niet de manier is om te ondernemen. Dus we hebben het nu heel anders aangepakt. Met een MVP, met een raad van advies. En op die manier uh, zijn we aan de slag gegaan om heel veel impact te maken. Hé, hey, jij bent wel een ondernemend type, hè? Ja. Uh, <laughs> nou, het ondernemersland uh, uh, kenmerkt zich wel door... Uh, um, snel opereren, snel schakelen ja. en hoppakee en door. Het onderwijs zit anders in elkaar. Helaas uh, wel. <laughs> ik zie je glimlach al. Hoe werkt dat? Die dynamiek. Want ik kan me voorstellen dat jij soms met 180 kilometer per uur wil, maar dat je dan langs commissies en meetings en weet ik veel wat allemaal. Hoe hoe is dat voor jou? Nou, ik zal een kle uh, klein uh, voorbeeld schetsen. Uh, we komen nu net uit de zomervakantie. Uh, iets wat ik wat voor mij als ondernemer gewoon een periode was van doorwerken. Uh -huh. En dit was de eerste keer dat ik dus ondernemer ben in het onderwijs, want we doen dit nog maar een jaar. Ja. En dus dit was de eerste keer dat we uh, in de zomervakantie zaten. En toen was het doodstil. Niemand die het te pakken krijgt. Het is helemaal stil. En dat was wel een periode dat ik dacht van. ja, wat ga ik nu doen? Want ik, ik kon niet stilzetten. Ik moest gewoon door. Dus toen ben ik uiteindelijk maar. Je kon niemand bereiken. Binnen ze... Nee, toen ben ik maar binnen het bedrijf gaan werken en uh, ben ik maar andere dingen gaan aanpassen en innoveren. Maar. Dat was wel een periode dat ik dacht van oh ja, ik we moet wel even omschakelen naar het onderwijs. En ook hè, als, je probeert, als je probeert om een afspraak in te plannen, um, ja, dan krijg je een afspraak voor over drie maanden of wat dan ook. En uh, dat moet dan weer via, uh, via een secretaris. En vervolgens, hè, dat is natuurlijk dan ook in het bedrijfsleven, maar um, vervolgens moet dat weer langs uh, zo'n afdeling, zo'n afdeling, zo'n afdeling. En je merkt gewoon dat scholen best wel loggen en grote organisaties zijn. Uh, dus je moet heel veel geduld hebben. Hmm. En dat betekent ook, dus, um, ja, goede strategie, voldoende ervaring. En gelukkig hadden we die raad van advies, anders hadden we er nooit en nooit, uh, waar we nooit uitgekomen. Want <laughs> uh, er zijn natuurlijk meer van dit soort initiatieven: ja. uh, linksom, rechtsom, op andere deelgebieden of andere onderwerpen. Um, want iedereen probeert het onderwijs te vernieuwen. Um, wat denk je dat je impact is over een jaar of over twee jaar? Wat is de reële ambitie? Wacht even, want uh, jullie zijn namelijk <laughs> onrealistisch en te idealistisch. Dus nou, nu... ik zal eerst mijn onrealistische. Nou ja, het is realistisch, maar uh, ik zal even mijn uh, hele idealistische beeld uh, ja. delen en daarna overgaan op mijn uh, korte, ja. korte termijn doelstellingen. Ja. Het idee is uiteindelijk dat wij de uh, Money Game internationaal hebben uitgerold over een aantal jaar. Uh, ik denk uh, over max 10 jaar. Uh, waarbij dus miljoenen jongeren gebruik maken van de app. Uh, waarbij we een generatie creëren die dus veel verstandiger om kan gaan met geldzaken. Waardoor we dus te maken krijgen met jongeren die dus uh, beter aan hun carrière beginnen. Minder criminaliteit onder jongeren. Waarbij we dus ja. Uh, ja, een e economie hebben dat weer bloeit. En hè, we hebben al te maken met de vergrijzing. Dus ik zeg juist, van, laten we die jongeren uh, dan ook helpen om uh, meer impact te kunnen maken. Ja. Dus um, World dominance dus. He? Dat dus de, heel de ja, wereld pakken we aan. Ja. En inderdaad, we, we denken groot en we hebben grote ambities. En we hebben ook het idee om later een foundation op te richten vanuit onze organisatie. Om dus ook onderwijs überhaupt uh, beschikbaar te stellen in ontwikkelingslanden. Dus dat uh -huh. we scholen gaan bouwen en projecten uh -huh. financieren. Omdat wat je heel erg merkt is, we praten nu over onderwijs verbeteren. Maar in sommige gebieden is onderwijs niet eens ter sprake. Dus dat willen we ook heel graag aanpakken. Oké, okay, nu naar realistisch kort termijn. <laughs> <laughs> nu naar nou, realistisch inderdaad. Um, het realistische gebeuren is dat we in de aankomende uh, twee jaar, dus eerst in het aankomend jaar, hebben we onze volledige versie volledig ontwikkeld, ja. getest, uitgevoerd, et cetera. Uh, en daarna zien we dus dat we in de aankomende twee jaar ongeveer 100.000 tot 200.000 jongeren in Nederland jaarlijks willen bereiken met de app. Uh, wat uiteindelijk daarna zal stijgen. Uh, en het effect daarvan zal zijn dat dus steeds meer jongeren leren omgaan met geld. Mm -hmm. En het allerleukste als het gaat om realistische doelstellingen... is dat we nu ook in gesprek zijn met bijvoorbeeld een school... waar mijn zusje op zit. Dus dat zij uiteindelijk ook mijn lesmateriaal gaat gebruiken. De, uit, kijk, tuurlijk, het is natuurlijk niet uh, uh, op ondernemersvlak... zijn je main objective. Maar dit, zijn, dit soort dingen zijn wel heel grappig om... Uh, Jonger zusje. Uh, om, om mee te bakken. Ja, mijn jonge ja. zusje inderdaad. Ja. Die, uh, dat zij thuis komt en zegt... Dat zij thuis komt en dat zij, uh, dat zij inderdaad... Met, met, met mijn lesmateriaal aan de slag gaat. Ja ik, ja, ik vind dat prachtig. Ja. <laughs> um, hoe, wat vind jij van, uh, want jij bent een prachtig project en uh, ik wens je alle succes. Dank je wel. Uh, daarnaast hebben we YouTube, we hebben TikTok, we hebben Insta en daar zien we ook geldfilmpjes. En uh, again, ik sla het even plat, uh, maar die gaan vooral op nou je moet als je werkt bij al een loser, dus je moet zo snel mogelijk rijk worden en dat doe je namelijk door crypto of vastgoed of je gaat naar weet ik veel, uh, whatever. Dat, je gaat wat dropshippen. Wat vind jij daarvan? Ik vind het tweezijdig, want ik heb zelf ook heel veel geleerd uh, over geld bij betrouwbare bronnen op YouTube. Ja. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld over de podcast Geldzaken van uh, ja. Future of Finance bijvoorbeeld. Ja. Uh, andere succesvolle ondernemers die daadwerkelijk goed advies geven. Uh -huh. Maar een scheidingslijn maken tussen goed en slecht advies, vooral als jongeren, als onwetende jongeren, is super moeilijk. Uh, inderdaad ook wat jij aangeeft van al dat crypto gebeuren. Uh, de dropshippers, mensen die financieel advies geven die dat niet eens mogen geven. Ja. Um, dus dat is best wel zorgwekkend. Um, en ik denk dat daar ook de kern ligt van het probleem wat we nu in de maatschappij ervaren. Dat inderdaad uh, jongeren heel snel rijk willen worden en dergelijke. Uh, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld mag geven: uh, ik keek naar een ondernemer, uh, Iman Gatsi bijvoorbeeld. Een, een zeer succesvol ondernemer. En die heeft uh, ja, hele waardevolle lessen uh, voor jongeren. Um, maar af en toe uh, heeft hij bijvoorbeeld een, interv een interview in zijn. In zijn mercedes Maybach van 500.000 euro. Uh, met de sterrenhemel. En, en een prachtige auto. Waar heel veel jongeren van dromen. En dan laat hij het, 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 het dure lifestyle zien. Uh, niet dat het per se fout is. Maar heel veel jongeren weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Die, nee. die, die hebben nooit zoiets gezien. Die, die gaan opeens naar dat streven. Terwijl luisteren naar het juiste advies. Dus het is heel lastig. Maar ik denk ook dat dat beter gereguleerd moet worden. Maar hoe? Ja. Ja, dat is er, er is zoveel content. Er, er, er komen dagelijks duizenden, misschien wel miljoenen stuk con ja. content op ja, in internet. Het dus het ja. is heel lastig te managen. Dus uh, bewust maken hoe het, ja. in het echt werkt. Ja. Uh. Dus wat we wel doen is inderdaad in uh, onze lesmethodes... dus wel aangeven, dus, hè, om dit soort pro uh, problemen tegen te gaan... Uh, wel aangeven dat inderdaad dat snel rijk worden gebeuren... dat dat dus een illusie is. Dus dat, uh, dat soort dingen nemen we wel mee in ja. uh, ons onderwijs. Ja. Maar we beseffen ook dat een YouTuber met... Miljoenen abonnees veel sterker binnenkomt dan een lesmethode op school. Dus uh, dat is ook wel ja, de afweging die je maakt ja. en die, en je dilemma dilemma waar je mee zit. Van oké, okay, ja. hoe gaan we de jongeren nog beter financieel onderwijzen? Ja. Mag je daar heel veel succes mee wensen en mag je danken, Salim, om uh, een, een inkijkje uh, dat ik een inkijkje mag krijgen in jouw leefwereld en in wat jij allemaal uh, van plan bent. Zie je de wereld en de toekomst een beetje positief in? Zeker weten. Ik zie, want we hebben nu best wel negatief gepraat, maar ik zie ook nee, heel nee, nee, veel. Nee, helemaal niet, hoor. Nee, Oké, okay, nee, nee, ik dan. <laughs> nee, 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 vind ik ook nee, niet. Nee, nee, nee absoluut niet. Nou, uh, Op zich, kijk, uh, ik merk ook dat er heel veel jongeren zijn die wel heel erg ambitieus zijn, die wel mooie doelstellingen hebben en. Uh, dat er uiteindelijk ook heel veel mooie initiatieven uh, ontstaan, uh, vergis je ook niet. Uh, misschien denken mensen ook door dit interview dat iedereen moet gaan ondernemen, maar ook dat is niet hetgeen nee. wat ik zeg. Nee. Uh, je kunt ook binnen, binnen je baan uh, heel veel impact maken. Uh, en ik vind het ook een hele mooie ontwikkeling dat jongeren dus nu wel steeds meer op zoek gaan naar hun purpose. Dus waar we het ja. ook eerder over hadden. Uh, zodra steeds meer jongeren die gaan vinden en daar naartoe gaan streven. En daar hard voor gaan werken. Dan denk ik dat we een hele mooie toekomst hebben. Ja, dat, dat zou ook een vak in het onderwijs moeten worden, vind ik. Uh, Zeker weten. Het vinden van je purpose. Zo'n hoofdvak moeten worden, wat mij betreft. Ja. Uh, ja. En, en de. Ik bedoelde de vraag ook even heel globaal, in mm -hmm. de zin van de wereld en hoe die beweegt, en duurzaamheid en uh, politiek, uh, wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Zie je wat dat betreft, even jij als gen Zier, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het wel heel lastig. Want als ik bijvoorbeeld een, een voorbeeld mag schetsen, uh, als het gaat om de huizenmarkt bijvoorbeeld. Uh, ja. Wat dat betreft, zijn we best wel een yep. ja, Als ik het ja. zo mag zeggen. Ja. Ja. Ja, ja. Het, 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 het probleem <laughs> is gewoon dat we inderdaad op dat vlak heel veel moeite ervaren. Um, en ja, je merkt gewoon heel erg dat er wel een onzekere toekomst ligt mm -hmm. voor jongeren. Mm -hmm. uh, en dat voel je uh, dat ervaar je. De prestatiedruk is ook niet makkelijk. Mm -hmm. uh, kijk, maar hoeveel jongeren in de burn-out terechtkomen. Maar uiteindelijk als ik er zo naar kijk, heb ik er wel vertrouwen in. Vooral als we zo door blijven gaan met impact maken en uh, ja. op die manier ons pad blijven uh, bewandelen. Salim, dankjewel dat jij mijn gast was. Jij bedankt. En uh, dankjewel voor het kijken naar uh, een uh, gesprek uit een serie die ik maak met uh, Gen Ziers. Want we kunnen met z'n allen erover praten, over die gasten. Maar ik vind ze vet boeiend. Dus uh, ik vind het een stuk leuker om, uh, om met ze te praten. En dat doe ik in deze serie. Vind jij ondernemen leuk? Vind jij uh, dit soort gesprekken leuk? Uh, abonneer je dan op mijn kanaal op YouTube. Als je zit te kijken, hieronder kun je abonneren. Klik op belletje, mis je me niks meer. En als je zit te luisteren naar de podcast, abonneer ook daar. Laat ook een review achter daar. Vind ik super fijn. Dan weet ik wat jij ervan vindt. Uh, en uh, dan uh, wordt ons kanaal weer groter en kunnen we weer meer mensen bereiken. Dat is mijn missie. Uh, voor nu, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Hoi.